Tom, wanneer werd de Arjan Robben in jou wakker? Mooie vergelijking. Ik denk rondom de Amstel Gold Race en daarna, die periode een beetje. Zo vanaf half april werd het langzaam een beetje serieuzer. Ja, toch eigenlijk redelijk recent, hè? Die Amstel Gold Race was wel een moment dat eigenlijk veel mensen uit de wielerwereld weer voor het eerst bij elkaar kwamen. De Mutars, die zagen elkaar weer. Veel mensen die bezig zijn met het regelen van het verkeer bijvoorbeeld. Was dat een sentiment wat je zelf ook voelde toen je daar rondliep? Ja, ik voelde toch wel weer de kleine jongen in mij die vroeger naar de Amstel ging kijken op de Maasboulevard, zeg maar. Die kwam wel weer een beetje naar boven. Dus ik, ineens een paar dagen voor de Amstel Cold Race, toen begon het een beetje te kriebelen bij mezelf. Dat ik dacht, oh, ik zou het eigenlijk toch wel leuk vinden om naar de Amstel te gaan kijken. Uh-huh. Dus toen had ik Leo gevraagd of ik aanwezig kon zijn. Kon gelukkig. En dat vond ik wel heel leuk. Heb ik een hele leuke dag gehad. En was een beetje gevoel voor het fietsen of de kameraadschap, dat team ja, idee, alle, dat gevoel wat je krijgt? Alles eigenlijk een beetje. Gewoon het wielerwereldje aan zich, dat is natuurlijk een wereld die ja, volkomen belachelijk, maar dat is toch wel een heel leuk, speciaal wereldje waar ik gewoon de afgelopen 10, 15 jaar iets heel moois ook heb opgebouwd met mensen die ik ken, met liefde voor de, eigenlijk gewoon allemaal dezelfde mensen met die één grote passie delen, en dat is liefde voor de fiets. En dat vond ik wel heel leuk om daar weer aanwezig te zijn. Waar kinderen dan 's ochtends op de slakweg een tekening maken waarvan je weet, die maakt dus ook voor mij. Ja, zeker, dat is heel leuk. Okay. Je hebt veel gefietst, tenminste de laatste weken, hè, met de Shinsek onder andere, met de Tankje nog wel eens een rondje maken van de Karsinkroon. Heeft je dat geholpen met het ontdekken van de liefde voor het fietsen? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk geleidelijk aan steeds weer iets meer gaan fietsen de afgelopen weken. Of eigenlijk de afgelopen 2 maanden of zo. Heel langzaam een beetje meer. En vond ik ook heel fijn om af en toe alleen te rijden en af en toe ook met vrienden en kennissen en trainingsmaten. Dat heeft me veel goed gedaan. Ja. De Giro, hè, die loopt nu. Zo'n opmerkelijke prestatie van zo'n Evenepoel die daar nu rondrijdt. Zijn dat ook punten, jongens, mannen, waarvan je denkt van ja, daardoor kriebelt het weer. Daardoor wil ik weer graag, wil ik me laten zien, wil ik me meten. Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Nee, ik heb niet naar de Giro gekeken of zo dat ik dacht van, oh god, Remco Evenepoel, die wil ik weer graag verslaan of zo. Nee, helemaal niet. Dat is echt helemaal geen beweegreden om mee te gaan fietsen. Het is vooral gewoon dat ik het zelf gewoon weer leuk vind. Dat ik het mooi vind om hard te fietsen. Dat ik er ook voldoening uit krijg als ik volle bak een klimmetje oprij. En dat ik denk van ja, als ik dat doe, dan zijn er ook nog niet zo heel veel die dat zo hard kunnen als ik. En dat is een mooi gevoel. En dat is veel meer de trigger geweest om weer te gaan, weer voor die spelen te gaan. Nu zijn er meer sporters natuurlijk die er een tijdje uit zijn geweest. Hè? We hebben onlangs nog de Cruijff in het volleybal bijvoorbeeld, of Yvette Broch in het handbal. Of Michael Jordan is misschien wel het beste voorbeeld. Er was bij heel veel sporters heel veel herkenning in wat er gebeurde. Daardoor kreeg je eigenlijk ook wel heel veel respons, heel veel waardering voor je stap. Heeft je dat verbaasd? Die bijval? Ja, wel een beetje. Ja. Nou, het werd wel heel erg positief inderdaad ontvangen, gelukkig. Uiteindelijk, kijk, ik koos voor mezelf. En als mensen allemaal negatief hadden gereageerd, was het ook prima. Want uiteindelijk was het voor mij de beste keuze op dat moment. En dan sta ik nog steeds. Ik heb een fantastische periode gehad. Heel leerzaam en heel leuk de afgelopen periode. Dus wat dat betreft heeft het mijn beslissing niet beïnvloed of zo, door wat mensen ervan vonden. Maar het is altijd leuker als mensen zich daarin herkennen en denken van, oh ja, ja dit, hier heb ik ook mee gezeten of hier zit ik nog mee. Of dat is, ik ben zeker niet de enige die zich eens een keer een periode in zijn leven afvraagt van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Je zei zelf zojuist in de persconferentie van ja, ik had in januari eigenlijk helemaal geen plezier meer op de fiets. Ik had geen lol meer in de training. Als je nu terugkijkt op die periode en die 3 maanden, wat is voor jou de belangrijkste les geweest? Dat fietsen heel leuk is. Ja, dat is wel de belangrijkste les. Dus ik wist ook al vrij snel dat ik
dat ik fietsen nog zodanig leuk vond dat ik niet een heel andere carrièrepad in zou willen slaan of zo. Dat was natuurlijk ook, heb ik ook nog wel over nagedacht van ja, zou ik misschien nog geneeskunde willen gaan studeren of zo. En daar was ik wel vrij snel achter dat ik dat niet wilde. Dat ik zelfs al zou ik nu stoppen, zeg maar, dan zou ik nog altijd heel veel binding, dan is die wielerwereld toch ook heel erg mijn wereld. Mm. Waar ik de komende jaren nog heel blij van word. Dus ja. Ja. Als we kijken naar Tokio, hè, dat is natuurlijk een tijdrit met een parcours, nou ja, wat jou in principe supergoed zou moeten liggen. Is dat nog altijd zo? Met die 45 of 48 kilometer, ja. Heuvelachtig. Ja, het is een fantastisch parcours. Fantastisch voor mij. Ja, heel erg op en af. Dat is precies wat ik nodig heb. Als ik 50 kilometer volledig vlak, zoals het NK vaak is, dan daar kijk ik toch wel tegenop. Maar tegen zo'n tijd in Tokio, daar kijk ik niet tegenop. Is er genoeg tijd? Dat ga ik je eind juli kunnen vertellen. Maar hoe voelt het nu? Ja, het voelt nu wel goed. Of eigenlijk heel goed in training. Maar de tijd is wel, mijn basis is natuurlijk veel kleiner dan het normaal is. Ja. Dus er zijn nog wel echt goede en slechte dagen tussen. En ik heb nog geen belachelijke trainingsweken van heel veel uren of zo kunnen draaien. En misschien hoeft dat dus ook helemaal niet. Richting de Spelen, zeker richting de tijd. Dat is dat, ik moet nu niks gaan overhaasten. Dus ik moet nu vooral gewoon rustig blijven en gewoon doen waar ik de afgelopen weken mee bezig was. Mm. En dat is gewoon langzaam stapje voor stapje beter worden. En het zou mooi zijn als dat stapje precies eindigt op waar mijn top is. Maar het kan zijn dat ik net even iets meer tijd nodig heb. Of dat, dat weet ik nu nog niet. En heb je nog de ambitie om rondes te gaan rijden? Zoals de Tour of de Vuelta? Of hebben we daar gewoon helemaal niks van begrepen? Dat weet ik nu nog niet. Ik kijk op dit moment niet verder dan de Olympische Spelen. En dat vind ik al een heel mooi project. Daar ga ik nu volle bak voor. En alle vragen zoals dat vind ik nu even niet belangrijk. Ja. Ja. Nou, hoe ga je starten in Zwitserland? Om te gewoon echt te kijken van hoe is de basis? Nou, vooral om mezelf weer een stapje te zetten op het gebied van de tijdritten, zeg maar. Maar ook gewoon op het gebied van mijn conditie. Gewoon weer even een overload week creëren, zeg maar. Waar ik gewoon weer echt even op de pijnbank wordt gelegd, door mezelf en door anderen, om daar ook weer gewoon conditioneel een stap te zetten die ik hopelijk goed kan gebruiken in de verdere voorbereiding en op de spelen zelf. Okay.